Hoi en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video heb ik een shoplog van Big Bazaar voor jullie. Ik had wat spullen nodig en ik besloot om een keer naar de Big Bazaar te gaan. Op de achtergrond hoor je mijn katten die een beetje aan het spelen zijn. Maar ik had dus wat spullen nodig en ik dacht ik ga een keertje naar Big Bazaar. En daar heb ik wat leuke spulletjes gekocht die ik jullie ga laten zien. Dus als je shoplogs ook zo leuk vindt om te kijken, doe alvast je duimpje omhoog en dan ga ik jullie laten zien wat ik heb gekocht. Voordat ik de spulletjes van Big Bazaar ga laten zien, wilde ik jullie eventjes twee producten laten zien die ik bij Lidl kocht. Voor een nieuwe video wilde ik heel graag make-up producten gaan testen van Lidl. Op het moment dat ik bij Lidl was, hadden ze niet zo heel veel producten. Dus ik besloot alvast wel twee producten mee te nemen. En dan kan ik gewoon elke keer als ik bij Lidl kom even kijken of er meer is om het aan te vullen. Zodat ik een mooi aantal krijg voor de video. Maar het leek mij leuk om deze producten wel eventjes te laten zien die ik tot nu toe heb gekocht. Zodat je een soort van sneak peek krijgt. Van wat je de komende tijd kunt verwachten dus op mijn YouTube kanaal. De make-up producten van Lidl zijn van het merk Shein. En ik ging allereerst voor een lippenstift. Dit is een roze lippenstift. Deze heeft de naam Elf Fuchsia Pink gekregen. Dit is een mooi felroze kleurtje als ik het zo bekijk. Hij zit natuurlijk nog helemaal dicht en dat ga ik ook even zo laten omdat ik hem voor de video ga gebruiken. Maar ik vond deze wel mooi uitzien. En alle make-up producten van Lidl die zijn €1,99. Dus dat geldt voor mascara's, foundation, oogschaduw, lippenstiften. Nou, eigenlijk gewoon voor het hele assortiment, zeg maar. Ook kocht ik een mono oogschaduw. Dat is deze. Volgens mij heeft deze geen naam. Oh ja, 16 Rose Garden. En ik vond deze er wel heel erg leuk uitzien. Ook heeft hij een heel erg leuk patroontje binnenin. Dus deze twee producten die kocht ik gewoon alvast. En die doe ik gewoon even in een bak. Totdat ik gewoon genoeg producten heb voor de video. Maar ik dacht die ga ik toch eventjes alvast met jullie delen. Dan ga ik nu over naar de producten van de Big Bazaar. Ik kreeg allereerst deze shopper kreeg ik gratis. En dat vond ik wel heel erg leuk. Want van die shoppers die komen eigenlijk altijd van pas. Voor je boodschappen. Maar ook bijvoorbeeld heel erg handig als je gaat verhuizen of zo voor kleding. En dat vond ik wel heel erg leuk dat ik die gratis kreeg. Ik begin even met de producten waarvoor ik dus eigenlijk naar Big Bazaar ging. En dat is het zelfklevende decoratiefolie. Oftewel gewoon van dat folie wat je voor je raam kunt plakken. Voor mijn keukenraam wilde ik heel graag folie gaan plakken. Want als ik daar het rolgordijn omhoog doe, kijkt iedereen eigenlijk recht je woonkamer in. Ik vind dat gewoon niet zo prettig. Je voelt je heel erg bekeken. Dus ik wilde daar heel graag weer folie op gaan plakken. En ik kon het eigenlijk nergens meer vinden waar het echt heel erg betaalbaar was. Want Action had het voorheen altijd. Op dit moment had Action het niet. En gewoon bij heel veel andere winkels betaal je gewoon al heel snel veel meer geld. Daarom ging ik dus eigenlijk naar Big Bazaar om te kijken of ze dit folie hadden. En gelukkig hadden ze dit. Het is 45 keer 2 meter. Nou, dat zegt mij helemaal niks. Want ik ben echt totaal niet wiskundig aangelegd of zo. Het is glasmat en hij is hier al een beetje open. Dus je kunt ook zien inderdaad dat het een matte folie is. Eigenlijk gewoon precies wat ik zocht. Ik ben wel heel erg benieuwd of dat je deze ook kunt schuiven door middel van water. Nee, volgens mij niet. Deze moet je echt gelijk goed plakken en kleven. En normaal kun je dat dus ook. Je hebt ook foliesoorten waarvan je eerst je raam even moet nat spuiten. En dan dat je het folie erop legt en dat je hem dan nog een beetje recht kunt schuiven. Dat is bij deze dus niet. Dat wordt wel een heel secure klusje. Ik kocht hiervan 2 rollen voor de zekerheid. Want ik wist niet of ik aan 1 rol genoeg ging hebben.
En ja, ik heb huisdieren, drie katten, dus eigenlijk moet je toch na zoveel tijd moet je het dan weer eventjes opnieuw aanbrengen, omdat er toch wel kattenharen achter geplakt kunnen gaan worden op een of andere manier. Hoe ze het voor elkaar krijgen, weet ik echt niet, maar uit eerdere ervaringen bleek dat er toch wel kattenharen achter belanden. Dus twee rollen van deze folie en deze rollen waren €2,99 per stuk. Dan kocht ik een spons. Voordat ik de folie ga aanbrengen op mijn ramen, wil ik mijn ramen ook even wassen. En ik had eigenlijk geen spons om mijn ramen goed mee te wassen. Dus het leek me wel handig om eventjes een spons mee te nemen. Het is verder een hele, ja, basic spons. Even kijken of er nog iets achterop staat. Nee. Of het plantaardig sponsmateriaal is. Zeer absorberend, voor- en nagebruik goed uitspoelen en het is bestand tegen verdund bleekwater. Nou, ja, niet zoveel over te vertellen, een hele simpele spons en deze was 99 cent. Dan kocht ik ook nieuwe kaarsen. Op de tafel had ik een plateau staan met kaarsen erin. Dat stond eigenlijk wel heel erg gezellig, maar mijn lieftallige viervoetertjes die vonden het nodig om een plasje te doen in mijn kaarsen. Dus ik kon die kaarsen allemaal weggooien. Op zich was het niet zo'n heel probleem, want ze waren ook al wel aangeweest. Dus ze zagen er ook al niet super mooi meer uit. Maar ze hadden op zich nog best wel wat branduren meegekund. Maar ja, toen ze erin hadden geplast, kon ik ze natuurlijk weggooien. En ja, ik kwam dit formaatje tegen bij Big Bazaar. En ik vond dit wel een, ja, een leuk formaatje. Ik kocht een, ja, een blauwe. Is dit? Ja, aquablauw. Ja, gewoon een leuk blauwe kleurtje. En ja, die vond ik er wel leuk uitzien. Ja, dan kocht ik ook een paarse variant. En ik heb gewoon vier dezelfde maatjes genomen. En ja, ik woon alleen, dus ik ben ook echt voor vrouwelijke kleurtjes gegaan. Dat ga je wel zien. Dan kocht ik een donkerroze. Die vond ik ook wel heel erg leuk. Gezellig. En uiteindelijk kocht ik nog een rode. En deze kaarsen die waren 99 cent per stuk. En ik vind het wel weer heel erg leuk staan om die op mijn plateau neer te zetten, zodat het toch weer wat huiselijker overkomt. Dan kocht ik een afwasbak. Ik heb geen vaatwasser, dus doe mijn vaat gewoon met de hand. Maar mijn gootsteen die loopt heel langzaam leeg. Als ik de stop erin doe en ik laat hem vol lopen, dan gaat hij echt heel langzaam, loopt het water weer weg. En dan is het soms gewoon zo dat je halverwege je afwas bent en dat je bijna geen water meer over hebt, dat je hem eigenlijk weer moet aanvullen. Dus toen zei mijn moeder al van, je kan beter een afwasbak kopen. En ik zag deze afwasbak bij Big Bazaar en ik vond deze wel heel erg leuk met die eendjes erop. Die had er ook eentje met vissen, maar ik vond de eendjes er wel heel erg schattig uitzien. Dus ik dacht, ik ga voor de eendjes. Staat wel leuk en nou, ook prima om hier je vaat in te doen. Ik denk dat het ook nog best wel veel water scheelt eigenlijk, want hier gaat natuurlijk een stuk minder water in als in je gootsteen. En ik ga even kijken. Deze was €1,50 per stuk. En hij heeft een diameter van 32 centimeter. Dan ben ik ook alweer bij het laatste artikel aangekomen wat ik kocht bij Big Bazaar. En dat zijn deze Blackhead Peel-Off Facial Masks. Ik ga even kijken wat ze kosten voordat ik er van alles over ga zeggen. €1,99 waren deze. En deze waren in de aanbieding. En ik heb een ruime tijd geleden heb ik voor een bedrijf zo'n blackhead masker mogen testen. En dat beviel eigenlijk heel erg goed. En ja, ik zag dus dat Big Bazaar deze had. En toen dacht ik neem wel eventjes een pakje mee. Want ja, ik vind het wel heel erg fijn. Omdat ze vooral ook heel goed zijn tegen meeeters. Ik heb ze vooral in mijn neus een beetje zitten. En uitdrukken daarop is gewoon echt een drama. Het blijft ook best wel lastig, vind ik, om te doen. Dus ik dacht, dan koop ik gewoon zo'n setje met van die blackhead maskers. Dan wordt het gewoon weer schoon. En ik zal hem eens even openmaken om te laten zien hoe de zakjes eruit zien. Even kijken, er zitten vijf zakjes in.
En ja, die zien er gewoon zo uit. Ze zijn voor de normale huid. En ik zie trouwens dat ze op het plaatje hier zo hebben ze hem echt over het hele gezicht gedaan. Maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om alleen je neus te doen. Maar ik denk zelf dat ik hem ook wel over mijn hele gezicht zou gaan gebruiken. Even kijken of wat er verder nog op staat. Het is een gezichtsmasker met houtskool-extract voor de normale huid. Ontstopt poriën, verwijdert overtollig vet en onzuiverheden. Nou, oké. Verder staat achterop ook de gebruiksaanwijzing, wat natuurlijk heel erg handig is. En ja, je krijgt 5 van die zakjes. Nou ja, ik denk niet dat je dit heel vaak hoeft te doen. Dus op zich kun je hier ook nog best wel lang mee doen. En ja, ik ben wel blij dat ik deze nu weer heb. Dan waren dit alle spulletjes die ik kocht bij Big Bazaar. Ja, het waren gewoon eigenlijk spulletjes die ik gewoon echt even nodig had. En ik vond het ook wel leuk om daar weer een keer te komen. Ik kom normaal heel veel bij de Action, maar ja, het is ook wel leuk om daar eigenlijk een rondje te lopen in de Big Bazaar. Omdat je toch andere producten soms tegenkomt. Ja, dat vond ik wel heel erg leuk. Ja, als je op de hoogte wilt blijven van mijn nieuwste video's, kun je gratis abonneren op mijn kanaal. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en ik zie je weer bij de volgende video.